aanboord bij Atletiek. Probeert het bij Sergio Canamassas. Canamassas verdedigt goed in de Lesmo 1. Maar in de Lesmo 2 kan... Atletiek kan niet proberen. Zet hem aan de binnenkant. Dat gaat niet goed. Wow, en dan gaat Canamassas over zijn dak. Canamassas vliegt over zijn dak en net een safety car. Wat een gigantisch klap van Sergio Canamassas. Die is een paar keer over zijn dak gevlogen, dat weet ik zeker. En dit zijn safety cars naar buiten. En dit is zijn de wedstrijd voor Arthur Peak en Sergio Canamassas. In de Lesmo 2 bocht raken ze elkaar. En wat een klap was dat dan. Ja, en zo hebben we dus weer twee auto's klaar. En dit betekent, ja, slim van Matsushita. Die komt meteen de pits in. Reed op de vierde plek. Lijkt erop alsof Canamassas... Ja, oké. Okay. Canamassas is in principe oké. Okay. Deed een duimpje omhoog. En ja, laat eens luisteren wat hij te zeggen hebt. Sergio, are you okay? Are you okay? Oké. Goed, Sergio Canamassas is dus oké. Okay. Zal zo meteen dus uit zijn auto klimmen. Ja, en Ortopiek is niet blij, want dit was weer eigenlijk zo'n fout van Canamassas die we eigenlijk te veel van hem hebben gezien. Ja, het... Ja, hoe moet je het zeggen? Het is niet echt... Ja, hij neemt eigenlijk te veel risico's. En dit was een actie... Ja, kijk... Eigenlijk had hij gewoon aan de kant moeten gaan voor Atupik. Want ja, dan gebeurt dit dus. En het is een hele harde klapper van Canamassas. Hij is gelukkig oké, maar stel dit gaat fout... Ja, dan kan dit nog veel erger aflopen. Laten we eens kijken. Dus aanboord bij Atupik. Zet hem aan de binnenkant. Dat is het aanremmen. Dan moet hij eigenlijk hier ruimte geven. Dus je Canamassas, dat gebeurt er niet. Dan verliest... Atypiek controle en dan vliegt Canamassas over zijn... Canamassas, what's he doing? Tja, nou ja, ik blijf erbij. Dit is de fout van Canamassas. Canamassas had gewoon ruimte moeten geven. Want je kan hier simpelweg niet met z'n tweeën zij en zij. En dan gaan ze wheelbangen. Ja, en dan vliegt Canamassas één keer over zijn dak. Sluit hij nog even door in de grindbak. Dan zien we nog een keer pam. En dan vliegt hij hier één... Ja, één keer over zijn dak. Sluit het hij even nog door de rindbak. En is het klaar voor Canamassas. Zie je nogmaals één keer vanaf de lagere zin van Arthur Peak. Hier gaat het al bijna fout. Volgens mij dus de Carlin-bolide van Canamassas. Dan zit hij hier te kijken. Dan probeert hij aan de buitenkant. Dat kan dan niet. Dan neemt hij wat ietsje meer snelheid mee. Dan kan hij hier de binnenkant pakken. Dan moet Canamassas er eigenlijk ruimte geven. Maar dat doet Canamassas niet. Dus dan is het hier. Dan wielbangen ze elkaar. En dan... Kloppen ze op elkaar en dan is het klaar voor beide mannen. Dan hebben we dus weer twee nieuwe uitvallers in deze wedstrijd.